FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door GroenHart. Nou, ik heb een aantal weken geleden met Adel gesproken. Uh, goede gesprekken gehad. Uh, uiteindelijk bij Volendam aangegeven dat ik graag die stap uh, wilde gaan maken. Uh, ja, toen met de club eigenlijk besproken dat, uh, dat, het, dat het moment waarop dat zou gebeuren... ...dat dat erg belangrijk zou zijn voor Volendam. Uh, dat het waarschijnlijk zou zijn na de eerste twee competitiewedstrijden. En, uh, ja, dat was wel even lastig moet ik zeggen, want uh, ja, dan moet je toch nog de focus hier houden. Um, ik denk wel dat het goed gelukt is en uh, ja, mijn best gedaan voor Volendam. En ja, nu zijn die wedstrijden geweest en uh, maak ik de overstap. Ik heb de berichten ook gelezen, misschien deels aangewakkerd om mezelf. Um, ja, het feit is gewoon dat ik, uh, dat ik gesprekken hier heb gehad. Um, en uh, dat waren nu wel eens aangegeven dat ik, dat ik mocht blijven. Um, maar goed, je gaat voor jezelf op zoek naar een bepaald gevoel. Uh, je kijkt naar de toekomst, hoe, uh, hoe de komende jaren eruit zien. En uh, ja, dan denk ik dat Aardig voor mij een mooie kans is. Waar ik voor twee jaar kan tekenen. Nog twee jaar lekker kan voetballen. Dus uh, ja, vandaar dat ik deze overstap wilde maken. Ja, ja zo is dat absoluut uitgesproken. Uh, ja, de waardering voor de laatste twee jaar. Wat ik hier heb gepresteerd. En uh, ja, dat ze me deze stap gunnen. Ik, ik, ik wist het niet voor 100% zeker uh, wat er ging gebeuren. Uh, het blijft toch een transferperiode waarin van alles kan gebeuren. Maar, uh, ja dat, dat, uh, het, het spookte wel even door mijn hoofd, zeker bij het uh, van het veld aflopen, dat je denkt van ja, dit, dit kan hem wel eens geweest zijn. Ja, eigenlijk op, gelijk op het moment dat ik wist dat het definitief was, Dus dat was uh, gisteravond, heb ik, Henk, heb ik Henk gebeld. En uh, ja, Henk was uiteraard heel blij, want die heeft mij wekenlang uh, gebeld, uh, geëpt, uh, hoe staat het ervoor, uh, kom je nou deze kant op, hebben we hebben je nodig. Dus uh, nee, ja, dat is lekker natuurlijk uh, ja, dat ik weer met Henk kan spelen. Ja, geweldig. Uh, Eerste jaar hier gekomen in een jonge ploeg, uh, ja, met, met één doel, dat was promotie. Uh, ja, als je dat dan haalt, was het geweldig natuurlijk. Uh, het feest dat we hier hebben gehad, uh, dat, uh, dat zal ik nooit meer vergeten. En dan, uh, ja, als je dan het jaar erop, uh, na een hele moeilijke, turbulente start, uh, ja, zo'n tweede zelf aflevert. Uh, met geweldige wedstrijden hier in het stadion. En dan de uh, ja, rechtstreeks in blijft, wederom een geweldig feest. Dan uh, ja, kijk ik daar maar alleen maar met veel plezier op terug. Uh, sowieso de promotiewedstrijd natuurlijk. Den Bosch uit. Uh, hele hectische wedstrijd. Staking, rode kaarten. Uh, alles erop en eraan. En, ja, daarna natuurlijk de, de terugreis, het feest hier. Twee weken later nog een keer feest. Ja, dat dat uh, is absoluut wel uh, het mooiste moment geweest. De mensen leven echt voor deze club. Als je ziet, uh, nou ja, naarmate het jaar vorderde in de KKD, hoe het stadion steeds voller werd. Uh, hoe de mensen achter ons stonden en hoe dat in, uh, in de Eredivisie helemaal het geval was, dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk prachtig. Ik heb altijd uh, de steun van de supporters uh, gevoeld. Ook in een periode dat ik niet speelde, dat ze, dat ze volledig achter me stonden altijd mijn naam bleven zingen. dus ja, Dat zijn dingen die, uh, die je absoluut nooit vergeet. Nou, qua gevoel uh, in de Kuipscore natuurlijk. In de Volendam shirt, in de Kuipscore, dat was, dat was hartstikke mooi. Vrije trap tegen Emmen, die was mooi. Vrije trap tegen Eindhoven, die was heel mooi. Nee, dat zijn wel uh, ja, misschien uh, qua, qua mooiheid zijn dat inderdaad, uh, de mooiste goals. Ik ben, ik ben fit. Ik uh, ben de afgelopen jaren fit geweest. Dus uh, ja, ik wil het liefst zo lang mogelijk doorgaan. Uh, ja, weliswaar een niveautje lager nu dan. Maar uh, ja, de honger is er nog steeds om, uh, om, het ook daar, uh, om het ook daar te laten zien. En uh, ja, hopelijk da ook daar een, uh, een promotie te kunnen bewerkstelligen. Zodat we volgend jaar hier hopelijk uh, Volendam Auto kunnen spelen. Nou ja, sowieso dat ik iedereen heel erg dankbaar ben voor de twee jaar die ik hier uh, heb mogen doorbrengen. Uh, schitterende tijd gehad, natuurlijk ook moeilijke momenten gehad, maar uh, ja, het, het overal gevoel is, uh, is, is gewoon heel positief. Uh, ik kijk er fantastisch op terug. en uh, ja, Ik hoop gewoon dat deze ploeg, uh, ondanks dat het een hele jonge ploeg is, uh, ja, hoop ik gewoon dat ze, dat ze gaan knallen dit jaar en dat ze erin blijven.